Ben je gewonnen? Nee, ik doe nog. Ah, waar zijn mijn verliezers? We zijn aan het tweede plaats. We zijn aan het tweede plaats. Dan aan je voetballen. Wie heeft vanmiddag voetbal gespeeld? Ja, jullie zijn verloren, heb ik gehoord. En ik zag dat er een beetje traantjes zijn gekomen. Hè. Ja. Ja, dat is normaal. Hè. Hè? Ik denk dat dat moment is eigenlijk om een vulkaantje te doen. Ja. Ja, je mag allemaal achter je stoel gaan staan. Na een onrustig moment, als er een ruzie is geweest of het is heel druk geweest op de speelplaats, dan vragen de kinderen zelf naar het vulkaantje. Goed, prop het maar in dat balken. Ga je meedoen? Robin? Ja. Al uw verdriet hè, van daarnet. Dus wat wij doen is die gevoelens bundelen in een soort van balletje. En we laten dat opborrelen als een vulkaan en dan barsten we uit. Ja? Ja? Het is daar. Kappa! Ik zag wel aan de jongens dat het nog altijd moeilijk was. Dus het is niet altijd dat meteen werkt, zo'n oefening. We zijn ook blij om heel veel dingen. Hè. We zijn blij omdat we de tweede plaats hebben bereikt. Ja. Dat is wel een zilveren medaille. Maar dan eindigen we met een fonteintje. Dan zag ik wel alweer een glimlach op het einde van de oefening. Maar al die mooie, lieve, vrolijke gevoelens in uw mandje. Oké, laat het maar naar boven komen. En dan gaan we het over de wereld uitsproeien. Ook dat blij kunnen zijn. Het is ook het feit dat je daar gewoon een beetje aandacht aan besteedt. Dat ze zich al gesteund voelen. Neem bewust plaats op je matje. En als het voor jou comfortabel voelt, kan je je handen langs je lichaam leggen. Mindfulness verwijst naar een welbepaalde manier van aandachtig zijn. En wel op de volgende wijze: je aandacht wel bewust bij het hier en nu brengen, zonder dat je daar nog allerlei andere dingen bij begint te denken. Zonder dat je gaat oordelen of veroordelen. Gewoon opmerken wat er is, niet meer en niet minder. Laat je gedachten gewoon komen en gaan. Als mensen aan mij vragen van waarvoor kan je mindfulness gebruiken, leerkracht of gelijk wie ook, dan verwijs ik ze meestal naar de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. En daaruit kunnen we leren dat mindfulness zekere effecten kan hebben of mensen kan helpen die te kampen hebben met, en dat zijn de grote drie eigenlijk, angst, stress of depressieve gevoelens. En wat hebben die drie gemeenschappelijk? Dat is dat dat gaat om problematieken waar heel veel piekeren mee te maken heeft. Hoe was deze meditatie voor jou? Dus ik ben hier omdat ik vind dat wij vaak in het onderwijs de essentie verliezen. Wij steken zoveel energie in dingen die naar ons hart en ons gevoel weinig opleveren. En ook deze week zijn er weer ongeveer 6 collega's bij ons op school die thuisgebleven zijn omdat het allemaal te veel is. En ik heb dan de idee, niets met mij, dat wil ik gewoon niet. Al sta je voor een joelende bende leerlingen, jij kan ervoor kiezen. Nu ga ik eerst 3 seconden staan. Mindfulness kan bijdragen om meester te worden over jezelf, over je eigen beleving, want de omstandigheden kunnen wij niet veranderen. In onze klas, in de structuren, hebben wij niet in handen. Maar wat we wel kunnen veranderen is, hoe beleef ik die toestand? Zoals de meeste psychotherapeutische benaderingen of psychologische behandelingen is ook mindfulness eigenlijk in eerste instantie vooral uitgewerkt voor volwassenen of uitgetest op volwassenen. En nadien zijn mensen ook gaan denken van, goh, kunnen we die dingen eigenlijk ook niet vertalen naar een jonger doelpubliek? Relax in de klas was langs geweest bij ons op school en onze directie die heeft mij en een collega voor die namiddag ingeschreven. Het was een hele praktische namiddag waar we heel veel oefeningen zelf gezien hebben. En die avond ben ik ook mindful naar huis gereden. Dus dan dacht ik van oké, ik heb echt zin om ermee aan de slag te gaan. Ja, op zijkant. In. En. Uit. Heel goed. In. En. Ze hebben thuis al misschien vlug moeten opstaan, boterham eten, ontbijt. En dan voelde ze soms wel dat ze heel druk in de klas komen. En dan zocht dat eigenlijk wel voor een momentje
van rust om de dag te beginnen. Goed. Daar is papa Leeuw. Kennen jullie papa Leeuw nog? Ja. En hij is aan het stappen. En spier maar met je manen. En papa die ademt in, papa Leeuw. Het is niet alleen voor de kleuters, maar ook voor mijzelf. Sta ik er ook al meer bij stil van, ah ja, je bent nu te veel aan het opjagen. En ik breng dat ook over naar mijn kinderen. En als ik zelf ook rustiger ben, dan zie ik dat de kinderen eigenlijk ook vanzelf rustiger worden. En leeuwen, die slapen heel veel. Baby leeuw, die wordt zo een beetje moe. Strek je maar eens uit. En geef maar eens. Oh. En baby leeuw, die gaat heel rustig slapen. Je zou denken van, ze zijn ook nog zo klein, maar toch zie je dat ze er veel deugd van hebben. En ik denk als je het dan doortrekt, ook in de lagere school, dat die momenten van rust zeker welkom zijn. We gaan een toets maken. Je mag een pen klaarleggen. Voordat we een toets starten, laat ik de leerling heel vaak de ogen nog eventjes sluiten en zich bewust worden van hun plaats in de klas. Voetjes op de grond, handjes in de lucht, wijsvinger met duim. En op onze knieën en we gaan onze ogen eventjes dicht doen. En we gaan ons concentreren op onze ademhaling. Ik laat ze dan ook vooral zich concentreren op één iets. Dat is in de eerste plaats hun ademhaling. Soms vraag ik om de gevoelens van in de speeltijd daar te laten. We zijn nu en hier en dat is belangrijk. En ik hoop dat ze dan gewoon geconcentreerder aan een toets kunnen werken. Hebben ze dan betere punten? Dat weet ik niet. Dat hangt nog van heel veel andere dingen af. Als we weten dat de meeste problemen zoals angst en depressie eigenlijk ontstaan tijdens de adolescentie, kan je afvragen, Jan, waarom moeten we ons blijven focussen op die volwassenen terwijl de problemen eigenlijk al veel vroeger starten en misschien kunnen we er dan vroeger bij zijn. Het leuke aan deze nieuwe is dat je die dus stiekem kunt doen. Als je zenuwachtig bent, de eend, noemt mijn dochter die, hè, waarbij dat je de stress van u laat afzakken. We hebben zelf ook onderzoek gevoerd naar de effecten van mindfulness bij adolescenten op een middelbare school in Vlaanderen. En daaruit bleek inderdaad dat jongeren die mindfulness kregen aangeboden na verloop van tijd minder angst, stress en depressie gingen rapporteren in vergelijking met jongeren die mindfulness niet kregen aangeboden. En dat die effecten ook op langere termijn bewaard bleven. We zijn begonnen met de innerkritiek te benoemen. Innerkritiek, zo'n stemmetje dat zegt, ah, je kunt dat niet, en zwijgt van, houd je maar klein en doe het vooral niet en toont u niet. En we hebben de tweede sessie, zo'n coaching sessie gehad, om eens na te gaan van waar zit die stem en hoe kunnen we die wegkrijgen. Wegkrijgen, lukt dat zo? Komt die dan terug of is die voorgoed weg? Dat uur zit je dan heel rustig. Misschien zijn die jongeren wel wat, is er wel wat minder depressie en angst gekomen bij sommige jongeren. Gewoon doordat ze tijdens die mindfulness samen zitten met klasgenoten en kunnen praten over hun neerslachtige gevoelens, over hun piekergedachten en dat ze merken, goh, ik ben hier niet de enige. Dat soort gevoelens van verbondenheid en op een open en eerlijke manier erover kunnen praten, dat is vast ook wel een belangrijke. En misschien is het niet die mindfulness op zich. Ik ben ook nooit zo'n volhouder geweest. Met altijd is dat maar. Oké, ik krijg er geen compliment over, ik probeer iets nieuws. En zo blijft het gaan en nu ben ik gewoon gestopt. Het is een groepsgebeuren en ze vertellen elkaar zaken. Sommigen zwijgen een hele sessie. Heb ik eigenlijk gewoon gedurende al die sessies nog geen één keer gehoord. Maar dat is oké, maar die pikken dan weer op verhalen van andere leerlingen. En gewoon dat groepsgebeuren is zo belangrijk, denk ik. Van ervaren, we zijn allemaal maar mensen. En het is oké om u niet goed te voelen, het is oké om daar iets aan te willen doen. En dat is inderdaad voor mij afwegen van waar kan ik helpen en waar is er andere hulp nodig. Moeten alle scholen aandacht hebben voor mindfulness? Nee, dat moet voor mij helemaal niet. Mindfulness is één van vele goede opties om te denken of te werken rond geestelijk welbevinden. Ik vind wel dat alle scholen daar rond moeten bezig zijn. Het bevorderen van geestelijk welbevinden en het bespreekbaar maken van mentale problemen of geestelijk onwelbevinden. We weten dat er in Vlaanderen een enorm taboe rust op psychisch onwelbevinden en alles wat erbij komt kijken, naar een hulpverlener stappen.
ja, ik denk één plaats waar we kunnen starten om dat taboe en die drempel naar beneden te halen is in scholen, dat het normaal wordt voor jongeren om te praten over dingen als piekeren, angst en depressie. Ja, er wordt heel veel in scholen in schoot geworpen. Natuurlijk hebben wij die leerlingen wel 7 of 8 uur op een dag. Dus als wij hen kunnen uitleggen wat de stelling van Pythagoras is en hoeveel kilometer ze moeten lopen om in conditie te zijn, ja, dan denk ik dat dit minstens even zo belangrijk is om hen ook psychisch goed in hun vel te laten voelen en weerbaar te zijn en de persoon te kunnen laten worden die erin zit. Ik denk dat dat de essentie is van onderwijs.